Het Koninklijk Huis staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Wat te doen met onze monarchie? Wij lezen vandaag een zeer eigenzinnige gedachte daarover van Karel van het Reven. De monarchie. Het hebben van een koning, koninginnen, prinsen, prinsesjes. Het heeft allemaal iets heel romantisch, iets uit een sprookjesboek. En dat is voor veel mensen ook de voornaamste reden om voor de monarchie te zijn. Maar hoewel de overgrote meerderheid van de Nederlanders dus voorstander is van het knusse, romantische en traditionele deel van de monarchie, vinden we dat die sprookjesfiguren natuurlijk wel gewoon belasting moeten betalen. En geen paleizen bouwen in Mozambique. En ze moeten geen echte macht hebben, stel je voor. Nou, moeten we die monarchie dan niet gewoon afschaffen? Nou ja, er is natuurlijk veel voor te zeggen. Want los van de romantiek is het wel een beetje raar dat we in onze democratie iemand aan het hoofd hebben staan die daardoor erfopvolging is gekomen. Puur omdat Beatrix het kind is van Juliana en Willem-Alexander van Beatrix, krijgen zij zomaar het hoogste ambt in de schoot geworpen. Zelfs voorstanders van de monarchie moeten erkennen dat dit een beetje vreemde gang van zaken is. Maar de wetenschapper Karel van het Reven was het daar helemaal niet mee eens. Van het Reven, broer van schrijver Gerard van het Reven, was een meester in het op zijn kop zetten van algemeen aanvaarde en politiek correcte opvattingen. In 1990 gaf hij een column waarin hij op plagende wijze uiteenzette dat erfopvolging eigenlijk heel democratisch was. Hij zei, kijk, er moet iemand de baas zijn. Maar hoe selecteer je die nou? Mensen die zo'n baan willen, die de baas willen zijn, hebben van nature eigenlijk al iets schurkachtigs. Die ook allemaal schurkachtige zaken willen doen om die baan te bemachtigen. Ja, en die moet je juist niet hebben. Maar hoe voorkom je dat nou? Hij zei, door loting. Je maakt een lijst van alle Nederlanders, je blinddoekt een notaris en trekt een naam en die wordt koning. Karel van het Reven stelde dat zo'n loterij eigenlijk precies hetzelfde is als het erfelijke koningschap. Want wie toevallig wordt geboren als oudste kind van de monarch, wordt koning. En dat is net zo oneerlijk of eerlijk als een loterij. Hij schreef erover, de regel is dat een erfelijk vorst niets hoeft te doen, dus ook niets slechts hoeft te doen om dat koningschap te verwerven. Volgens Van het Reven voorkwam dat erfelijk koningschap allemaal veel gedoe. Tja, wat mij betreft moet onze koningin of straks onze koning hooguit wat symbolische taken hebben, meer niet. Voor de romantiek. Maar de rechtvaardiging die Van het Reven geeft dat juist die taak via erfopvolging wordt doorgegeven, is wel prikkelend. De baas worden door loting. Karel van het Reven, met zijn dwarse, verrassende visie op de monarchie. Ik wens u een vrijzinnige week.